Welkom bij deze geleide meditatie voor acceptatie. Ga lekker zitten of liggen. Of misschien dat jouw lichaam wel het meest comfortabel is als je aan het lopen bent. Dan kan je de meditatie ook lopend doen. Zet je telefoon op stil. Zorg dat je niet gestoord kan worden. En dan, als je er helemaal klaar voor bent, doe je je ogen dicht. En om te landen in de meditatie, mag je een paar rondes van je ademhaling volgen. Kijk maar gewoon hoe de adem in en uitstroomt. Net als de golven die het strand opkomen en weer van afglijden. Je hebt deze meditatie aangezet omdat er iets in jouw leven roept om acceptatie. Misschien heb je te maken met ziekte. Misschien heb je iemand of iets verloren. Misschien heb je spijt over verloren jaren of iets dat je hebt gedaan. Rouw om iets dat je is overkomen of iets dat je niet meer kunt. En ik wil je ten eerste vragen om aan te komen bij een grote berg compassie voor jezelf. En je mag ook compassie hebben voor het deel in jou dat het allemaal niet wilt accepteren. Dus voor nu vraag ik je alleen om aan te komen in je hart. En jezelf erkenning te geven voor al het naars waar jij mee te dealen hebt. Dat je je thuis voelt in je eigen hart. Dat jij het bent die altijd voor jezelf klaarstaat, meevoelt, jou die liefde en compassie geeft die je nodig hebt wanneer het moeilijk is op jouw pad. Je mag nu de focus op zelfcompassie loslaten of wat naar de achtergrond laten verschuiven. En dan wil ik je vragen om aan te komen in alles wat er is. Laat het er maar eens allemaal zijn. Het wilt de ruimte krijgen. Thank you.
Dus houd je geest op het onderwerp, maar laat het verder de vrije loop. Misschien wil jouw geest wel de feiten onder ogen zien. Of misschien wil jouw geest wel gewoon zijn met het gevoel van weerstand, dat je dit helemaal niet wil. Of met het verdriet, of met de rouw. Dus wat leeft er in jou en wat wil er gezien worden? De eerste stap van acceptatie lijkt soms wel te zijn om ook het feit dat je iets nog niet kan accepteren, of nog niet volledig kan accepteren, om dat te accepteren. En het is allemaal een oefening in acceptatie. Dus met meditatie geldt eigenlijk altijd, hoe je het ook doet, je bent goed bezig. Je bent aan het oefenen. En dan mag je je focus op alles wat er in jou leeft even loslaten. En een paar keer rustig ademhalen. Kijk maar of je aan kan komen bij een plek van meer stilte en meer vrede in jezelf. Vaak leidt het aankijken van wat we eigenlijk niet willen zien tot een bepaalde rust, tot een bepaalde opluchting. Dus ga daar maar even in zitten. En wanneer je in deze ontspannen staat bent, sta je heel goed open voor het verkrijgen van nieuwe inzichten of het invoelen van positieve gedachten. En daarom heb ik 3 mooie quotes voor jou erbij gebakt over acceptatie. Dus blijf lekker in die space van stilte en vrede.
En laat de volgende quote mooi binnenkomen. En de eerste is van een Amerikaanse theoloog, Reinhold Niebuhr. En je kan hem misschien ook herkennen als een quote die veel wordt gebruikt bij de AA, de Alcoholics Anonymous. Hier komt hij. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. The courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Ik herhaal hem nog een keer. Grant me the serenity to accept the things I cannot change. The courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Gaan we naar de tweede quote. En deze quote komt van een 19e eeuwse dichter uit Amerika ook. Henry Wadsworth Longfellow. For after all, the best thing one can do when it is raining is to let it rain. For after all, the best thing one can do when it is raining is to let it rain. Wat raakt deze quote aan in jouw hart? En dan komen we aan bij de laatste quote, tevens van een dichter uit Amerika en spiritueel leraar, Mark Nepo. De quote gaat als volgt. Acceptance. Have the life you want by being present to the life you have. Have the life you want by being present to the life you have. Geluk en innerlijke vrede zijn altijd en alleen maar te vinden in het nu. Dus wat je omstandigheden ook zijn, wat geweldig dat jij hier bent vandaag om met jezelf te mediteren. Te oefenen in acceptatie en dus eigenlijk de wijsheid hebt om inderdaad het heden te omarmen.
Kom dan weer even terug bij je ademhaling. Voel ook je buik. Voel je hartstreek. Voel je voeten. Voel je handen. Voel je gesloten oogleden. Herinner je je waar je bent. En dan als je er klaar voor bent, mag je die gesloten oogleden rustig weer openen. Dankjewel voor met mij mediteren. Ik wens je een heel erg goede dag toe, met heel erg veel acceptatie en heel erg veel innerlijke vrede. Mocht je nog meer innerlijke vrede willen ervaren, op mijn website kan je een meditatiealbum vinden. En dat is echt gewoon een meditatiealbum voor innerlijke vrede. Dus zoek hem gerust uit. Je kan hem gratis downloaden. Wens ik je een heel erg fijne dag.